De familie Kabenda, woonachtig aan de Bondroeweg, die heeft er wederom bezoek gehad van dieven. En als ik zeg wederom, dan geeft de familie aan dat het is de derde en of vierde keer. En steeds zijn ze met iets weggegaan van de familie. Of dat nou niet is een fiets, dan wel een bromfiets. En gisteravond was het weer raak nadat zij de voor- en achterdeur probeerden te forceren en dat niet lukte, zijn ze er vandoor gegaan met de fiets van haar zoon. En wat de familie Kabenda nog bozer maakt, is dat wanneer ze dan bellen voor aangifte met politie Latour hun dan verwijst naar politie Santopolder. Wordt er gebeld met politie Santopolder, verwijzen ze haar weer naar Latour. Wie moet er dus uiteindelijk komen, zegt een boze mevrouw Basmati Kabenda. Vandaar dat dieven dan hier ook zo vaak stelen, omdat de politie zelf niet weet wie daar moet komen. TBN Prime Alert sprak er met de vrouw des huizes, Basmati Kabenda. Ik wil even iets duidelijk maken. Ik heb vaker last van dieven gehad. Dit is niet de eerste keer, is niet de tweede keer, is niet de derde keer, meerdere malen. Het eerste keer, als ik het goed heb, zijn ze vandoor gegaan met een fiets. Een tweede keer ook met een fiets. Een derde keer met een brom en met een fiets. En ze hebben eerder een woning van me helemaal vernield, shutters weggehaald. En die wand helemaal verrukt. Maar ze konden niet naar binnen komen. En nu, ik ben nu in een andere woning. En nu hebben ze hetzelfde weer geprobeerd. Ja, toch? En dat is gisteravond. Ja, dat is gisteravond, maar ik weet niet ongeveer. Voor het laatst ben ik buiten gegaan tegen 12 uur. Mm-hmm. Daarna ben ik niet meer opgestaan om naar buiten te gaan. Zo niet sta ik wel tussen 3 uur en 4 uur, maar gisteravond ben ik helemaal niet opgestaan. En wanneer hebben jullie toen opgemerkt dat er geforceerd is? Ik heb vanmorgen opgestaan tegen 6 uur. Zo mijn kleine jongen gaan baden om naar school klaar te maken om naar school te gaan. Heb ik deze lijst hier staan naast die balkon. En toen we naar voren zijn gekomen, hebben we gezien deze lijst is eruit en die, al die dingen zijn versteerd. Ja toch? Dus zodoende. Toen we naar achteren zijn gegaan, dus daar hebben we die andere deur, hadden we die andere deur nog niet gezien. Maar daar heb ik gezien dat die jongen zo'n fietser niet is. Daar heb ik gezegd van die dieven zijn ook dingen. En ging je daarmee naar school? Nee, ik ga niet meer naar school. Je weet, van hieruit naar de winkel is echt een afstand. Dus die jongen ging met de fiets naar de winkel. Een kleine boodschappen doen met die fiets. Ja. Nog laatst heeft hij nog een nieuwe band en binnenband ook gezet. Een binnenband nu voor een fiets is 50 SRD. Ja, toch? Voor een fiets is 50 SRD nu. Of sommige winkels is het zelf 55. Ja. Ja, en je hebt de politie gebeld? Ja, ik heb de politie van de vorige keer toen ze met die grote woning hadden gedaan, had ik de politie ook gebeld. Die was tegen 4 uur in de ochtend. Toen de politie aanwezig was, was het pas tegen 11 uur. Deze keer is het ook hetzelfde, dus voor vandaag heb ik tegen 7:15 de politie gebeld. De politie is pas tegen 10:30 voor mijn deur gekomen. Het elke keer dat ze zijn geweest, ze zeggen van mevrouw, we zijn onderweg. Ja. Dus dat, wat ik ook wil doorgeven, het is ook nalatigheid en slapheid van de politie. Ja toch? Dat men zo doet. Omdat de politie niet kon communiceren met het volk. Ja toch? Dus daarom wordt het zo gedaan. Ja toch? Ik bedoel van tegenwoordig, ik bedoel van als je belt toch? Vroeger kwam de politie hier van Santodorp, ze zeggen van is niet hun blok. Vanaf hier Bondroeweg is niet hun blok. Mm-hmm. Is Latour. Vandaag als ik heb doorgegeven dat Santodorp moet komen, nu hebben ze gezegd van Latour. Ik heb de politie duidelijk gezegd. Ik heb gezegd, ik begrijp niet hoe jullie werken hoor. Ik heb gewoon zo, ze mochten boos worden, maar ik heb ze gewoon duidelijk gezegd. Ik begrijp jullie ook niet hoor. Mm. Maar wat ik hier wil... Als je post Santodorp belt, zeggen ze, je moet Latour bellen. En als ik Latour bel, en de adres doorgeef, dan zeggen ze, ik moet Santodorp bellen. Dus dat begrijp ik het even ook niet. Dus ze kennen in feite hun eigen werkgebied niet? Nee. En ik zeg ze duidelijk, hier is voor Latour. Laatst was Santodorp gekomen, toen hebben ze gezegd van, mevrouw,
is van Latour. Doen laat, wanneer Latour komt, dan Latour zegt is van Santodorp. Ik zeg van eenmaal jullie hier al zijn, dan kunnen jullie gewoon die aangifte doen. Ja toch? Kunnen jullie gewoon die dingen en dan spelen jullie een door. Ja toch? Het hoeft niet speciaal zijn aan een van die wijk moet komen. Nee. Jullie moeten samenwerken, jullie moeten communiceren. Dat is het werk. Ja toch? Wat ik ook daarbij zeg, waarom ze hier vaker komen? Omdat ze komen vaker en als je de politie belt, de politie komt ook niet op tijd. En ze doen ook bijna niks. Bijvoorbeeld bij die, ik wil even aangeven bij die, die geval van die brom. Ja toch, want dat is echt een waardevol bezit dat ik heb verloren. Bij die hadden ze gezegd, ze zouden een screening doen. Weet je wat bedoelt met een screening? Ik heb nooit daar iets daarvan met mijn ogen gezien of iets met gehoord. Nooit meer tot de dag van vandaag. Ja. En wat ik wil doorgeven, zeg van wie dan ook bij mijn huis komt, dief of zo. Jullie hoeven niet bij mij te komen hoor. Gaan jullie bij die mensen of gaan jullie bij die... Daar zit het geld. Hier, wij werken hier geld voor onze geld en bouwen onze huis. Ja toch? Ik bedoel, wat komen jullie hier zoeken? Gaan jullie ergens waar de, misschien een bank roven of weet ik veel. Ik weet niet hoor. Maar komen jullie niet meer bij mij, want hier heb ik geen geld.